In mijn vorige video's ben ik geweest trampoline springen, maar nu gaan we wat heel anders doen. Dan ga ik jullie zo laten zien. Ik ga het huis van Pion Niao Kai Lan in elkaar zetten. Het is een tv-programma voor kleine kinderen. En ik pak even de spullen bij elkaar. Nou, ik heb al mijn spullen bij elkaar gedaan. Ik heb gezegd dat we Niao Kai Lan's huis in elkaar gaan zetten. Niao Kai Lan heeft in haar huis een bank, een mooie blauwe, een bed, een mooie, een spiegeltje, een tafel natuurlijk, één stoel, want ze is natuurlijk in haar eentje, dus maar één Niao Kai Lan, een bloemetje, wordt leuk. En we gaan nu het huis bouwen. We hebben twee van deze oranje platen. Ik zal jullie het verschil laten zien. Dit is de oranje en dit is de groene. De groene ga ik volgende video iets mee maken. Van deel 2. Maar dit is het verschil. Het is maar zo'n randje verschil. Maar het is toch wel iets kleiner. We hebben hier. We gaan natuurlijk de oranje platen gebruiken. En deze dingen. Ik heb er 4 van. 1, 2, 3 en 4. We beginnen maar eens met deze 2 platen. Die leg je gewoon zo naast elkaar neer op de tafel. Dus gewoon zo tegen elkaar aan, precies. Dan pak je zo'n ding en die zet je dan op de zijkant. En dan ga je zo door tot het einde. En ik laat jullie zien als die af is. Alleen dan gaan we nog inrichten. Niao Kai Lan's huis is af. Dit is Niao Kai Lan's huis. Het is een klein huis. Ze woont ook in haar eentje. Maar ik vind het zo een beetje saai. Dus ik ga nog een bovenverdieping erop maken. Ik pak even de spullen bij elkaar. En dan zie ik jullie zo weer. Ik heb nu even een groene erbij gepakt. Want dat is iets beter. Dan kan ze ook nog naar boven. Maar we zetten de oranje hier gewoon. Klik. En de groene zo. Ze hoeft niet eens. Maar zo het kan via buiten. Maar hier hebben we nog een oranje. We klik. En dan pakken we een muur. En zo gaan we alle muren in elkaar zetten. Dan wordt het een. Zo gaat het eruit zien. Het wordt een heel hoog huis. Onder en boven. Boven slaapt ze natuurlijk. Dat is wel normaal bij een huis. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus laat dat weten in de reacties onder deze video. Ik heb nu eventjes iets nodig. En het ligt al spullen klaar. Het zijn deze. Dit is een 2 paal. En dit is een 1 paal. Deze. Met 1 knopje. Want ik kom iets te kort. En dan hebben we hier deze muur, een beetje een hele lelijke. Set heb ik natuurlijk al lang. Pak ik nog zoiets. Dit is de deur. De ingang waar je nu naar binnen kan. Dat is wel handig. Dus kom je nooit meer op de bovenverdieping. En ik heb hier wat nodig. Deze. Deze en deze. 2 van deze. 1, 2. En 1 van 2, want ik kon niet zo veel vinden. Maar ik denk dat het misschien maar. Ja, het komt precies uit. Precies. Ik hoop het. Nog. Het is nog niet af. Nee, past niet. Dan moeten we. Niet die dingetjes doen, misschien wel deze. Maar dan maak ik hem gewoon kleiner. Ze heeft ook nog een balkonnetje. Want dat is niet handig. Als je een balkon hebt. Die zo. Daar ging die. Die kunnen mij niet meer zien. Ik zet deze even aan de kant. En dan bouw ik hem weer op.
valt weer een muur uit elkaar. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon vrolijk door. We hebben deze nog nodig. En ik dacht, omdat ik kon het niet goed vinden. Dan dacht ik aan deze twee nog. En dan doen we gewoon twee van of zo. Ja, twee is wel genoeg. Zo ziet het huis er nu uit. Ze heeft ook een ingang. Dat je in kan stoppen. Hier, dit is de ingang. Kan je zo naar binnen kijken. En dit hierboven komt misschien nog een dak. Ik zit erover te twijfelen omdat het niet helemaal even is. Maar anders kan je er ook niet meer in kijken. Dus het dak laat ik weg. En beneden komt de koelkast. En natuurlijk beneden. De tafel komt beneden. Dat is wel handig. De spiegel komt in haar kamer. Zich mooi kijken. De bed komt natuurlijk ook in de slaapkamer. Of de slaapkamer, kan ook. De stoel moet natuurlijk in de woonkamer aan de tafel. En de bank moet ook beneden. Nee, ik doe de bank boven. Daar ga je. En nu het bloemetje. Die doe ik wel beneden. Op de koelkast. Mooi bloemetje. En Nio Kailan. Zet ik hier op het randje. Kan jij hem nog even goed zien. Dit was deel 1. Hebben jullie ervan genoten? Laat het dan weten in de reacties.